Het is zomer, het is warm, we zitten buiten. En dokterswacht wordt veel gebeld voor een wespensteek. Ik ben in mijn arm gestoken en mijn arm wordt helemaal dik. Ben ik nu allergisch? Dus mensen raken vaak een beetje in paniek en bellen de dokterswacht. Wat moet ik nou? Wespensteek valt vaak mee. Een dikke reactie, dat je arm dik wordt, dat is eigenlijk een lokale reactie van je huid op het gif van een wesp. En dat kan geen kwaad. Dat is geen allergische reactie. Daar word je niet benauwd van. Daar hoef je niet van te schrikken. Er zijn twee dingen waar je wel op moet letten bij een wespensteek en dus wel de dokterswacht moet bellen. Als je in je mond gestoken wordt, want dan kan het ook gaan zwellen. Maar ja, in je mond heb je gewoon minder ruimte. Dan kan je luchtpijp nauwer worden. Dus dan is het goed om de dokterswacht te bellen. En als je echt allergisch bent voor wespensteken. En dat zie je als je bijvoorbeeld hier gestoken wordt en als je dan op andere delen van je lichaam een uitslag krijgt, een jeukende uitslag. Dus een uitslag over je hele lichaam jeukend na een wespensteek, ook dan moet je de dokterswacht bellen, 's avonds en in het weekend, want dan moet je ook behandeld. Maar 99% van de wespensteken zijn lastig, maar kunnen geen kwaad. En als je meer wil weten, er staat een goede beschrijving van wespensteken en wat je moet doen op thuisarts.nl.